Nou, we hebben een hele mooie message to Glasgow gemaakt met elkaar. En dat staat volgens mij ook als belangrijkste punt op de agenda van Glasgow. Zorg ervoor dat je de rail, zeg maar echt het treinverkeer, belangrijker maakt in alle afspraken die je maakt rondom het behalen van onze klimaatdoelstellingen die we afgesproken hebben in Parijs. Het belangrijkste is dat wij meer reizigers in de trein krijgen, dus van de weg, uit het vliegtuig. En bij voorkeur niet meer vliegen beneden de 700 kilometer. Nou, wat wij echt willen overbrengen is, maak daar nou echt een agendapunt van. Dus ga nou echt met elkaar in gesprek over hoe het spoor een belangrijke, essentiële rol kan vervullen in die klimaatafspraken. En wij denken dat dat veel meer nog kan dan nu het geval is. Zeker in Europa. Het belangrijkste is dat die grenzen opengaan. Onze spoorsystemen zijn nog te nationaal. We hebben heel veel kleine praktische bezwaren om bijvoorbeeld naar Berlijn te reizen of naar Luik. En in Europa moeten de spoorgrenzen verder open. Belangen van elke organisatie, belangen van elke modaliteit. Of het nou de auto is, of het vliegverkeer, of de trein. Of waar het over gaat, is dat wij in ons achterhoofd moeten houden dat wij klimaatafspraken hebben. En dat wij willen dat de CO2-reductie plaatsvindt. En als wij dat echt met elkaar vinden, moeten we andere manieren vinden dan alleen maar reizen met het vliegtuig. En dan is de trein echt een heel goed alternatief. Ik ben absoluut eens met de aanpak, maar ik ben niet zo van het verbod. Wij moeten gewoon zorgen dat het spoorwegsysteem concurrerend is met de luchtvaart. En heel veel Europeanen, Nederlanders, zijn best milieubewust. Dus men gaat echt wel reizen met de trein, als de trein net zo makkelijk wordt als het vliegtuig. Een trein is een stuk duurzamer dan het vliegtuig. En ja, we moeten gewoon aan ons klimaat denken, aan onze wereld denken. Dus als je korte afstand reist, ga met de trein. Nee, ik denk niet dat de overheid op dit moment het treinreizen genoeg stimuleert. Het is nog steeds vrij duur, terwijl vliegen erg goedkoop is. Gelukkig zijn de benzineprijzen nu heel hoog, dus dat scheelt wel. Maar ik denk wel dat we ook prijsmaatregelen moeten nemen om de treinen meer concurrerend te maken met het vliegen. Of er voldoende aandacht is voor de trein in vergelijking tot het vliegtuig? Ik denk het wel. We hebben nu het Europese jaar van de spoorwegen. Er zijn heel veel initiatieven op dit moment. COP26 gaat ook heel veel over de treinen. We hebben de Green Deal van meneer Timmermans. Dat zijn allemaal elementen die de trein meer in de belangstelling brengen van het publiek. Mensen, ga reizen, neem de trein.